Ik heb Basel tegen Ajax. Altijd lastig. Uit. Hè? Ja. Ja. Wel. Altijd. Maak altijd kans. 90 minuten. Ik krijg altijd de kans. En gewoon dicht houden. Compact. Ja. Misschien een ongelofelijke surprise. Het zou wel mooi zijn. Heel veel succes beiden. Ja. Heel veel plezier ook. Genieten. Genieten van het allerbelangrijkste. En winnen. Ja. Hou die eer van Basel hoog. We hebben hier ook Ajax. Doei. Doei. Kijk, ik weet natuurlijk ook wel, Ajax heeft het dubbel gepakt. Ajax is torenhoog favoriet. Ajax is een topclub dat op bezoek komt. Maar dat is lekker hoor, daar moet je van profiteren. Kijk, Ajax heeft topspeelsters. Bijvoorbeeld Kika van Es, een international, is afgelopen week nog in Zuid-Afrika geweest. Die is moe, die moet je gewoon meteen pakken. Meteen doen, meteen erbovenop zitten, opjagen die handel. Ja, dat is allemaal wel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. En ik weet ook wel dat ze misschien op iedere positie wel net iets betere speelsters hebben. Maar jullie hebben één heel erg groot wapen. En dat is het collectief. En dat lijkt een beetje zijig wat ik nu zeg, maar het is wel zo. Kijk, buiten het feit welke afspraken jullie al maken met de trainer, tactisch en noem maar op, is er één ding heel belangrijk. En dat is dat je het snot voor de ogen gaat lopen. Dat je vuile meters voor elkaar wil maken. Dat je, wanneer een andere fout maakt, er nog eens eventjes bovenop gaat zitten. Oftewel, dat je echt als team daar gaat staan. En dan kan het gewoon. Het kan gewoon. Je kan gewoon van Ajax winnen. Let maar op. Buiten dat alles wens ik jullie heel veel plezier. Geniet ervan, want tenslotte ben je daarom op voetbal gegaan. Dat is de belangrijkste reden. Dus maak er een hele mooie dag van. Zelf zit ik in Sittard, want ik doe Fortuna. Maar als ik terugrijd en ik zie die lampen nog branden in Babel, dan weet ik hoe laat het is. En dan kom ik nog heel eventjes langs. Veel plezier. Ga ervoor. Jullie zijn niet voor niets al zo ver gekomen. Ik denk aan jullie. Succes.